Een bonte avond in Best. Zo kunnen we het volgende verhaal het beste samenvatten: een dollemansrit van twee dronken vrouwen vannacht door het dorp. Het gevolg: een flinke ravage en opmerkelijke beelden. De Nazarethstraat in het centrum van Best vannacht: een kapotte lantaarnpaal en een flink gehavende auto. De vrouw achter het stuur had acht keer meer gedronken dan toegestaan. Ze is opgepakt en haar rijbewijs kwijt. De bijrijder had ook een paar glazen op en zij probeerde haar vriendin uit de politieauto te bevrijden. Agenten die hadden de handen vol aan haar en vervolgens viel die vrouw in slaap op straat en agenten legden haar hier maar eventjes neer op de stoep. En daar ging ze vervolgens knock-out. Ze is naar het ziekenhuis gebracht met een alcoholvergiftiging.